Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding. En het thema voor dit jaar is In Vrijheid Kiezen. In aanloop naar die viering van 5 mei spreek ik 8 mensen die een link hebben met Flevoland en die een mening hebben over kiezen in vrijheid. En vandaag zijn onze vrijheidsstoelen in Lelystad. Hallo. Hallo. Hi, ik ben Sander Beers, ik ben Bosnië-veteraan van de missie UNPROFOR. UNPROFOR, dat was toen de tijd uitleg van de missie, United Nations Protection Force. Oh. Ondanks dat we totaal niet verdedigden, maar alleen maar voedsel brachten. Wilde jij altijd al in dienst? Ik wil avonturen meemaken en dat leek me wel wat. Spullen en geld doneren of zelf in actie komen? Zelf in actie komen. Ik wist niet dat in Europa dat er zo'n groot verschil zat tussen Nederland en Bosnië. Zeg maar. Het was echt net of je in de middeleeuwen daar af en toe terecht kwam. Op welke manier? Geen stromend water, geen verharde wegen. Op houtstoken zag vrouwen met takkenbossen op de rug. En schapen liepen door de dorpen heen. Ja, dat ben je hier niet gewend. Nee. Dit is een helikopter van Karadžić. Die nu berecht is. Oh ja? Ja. Delen of geven? Geven. Het was oorlogsgebied? Ja. De warlord was daar de baas. En als je een idee wat er gezegd werd, dan had je het heel slecht daar. Mm-hmm. Hoe lang ben je geweest? 6 maanden. Dat is lang. Ja. Wat trof je het meest toen je daar was? De kinderen. Ja? Ja. Zijn de kinderen zo zwaar en zo slecht hebben. Overal kinderen. Elk dorp zaten kinderen onderweg om te bedelen. En zoveel als mogelijk proberen is toch een leuke dag te geven. Een keer een snoepje uit de vrachtwagen te gooien. Ondanks dat dat niet mocht. Ja, mocht het niet, mocht je niks geven? Je mocht helemaal niks geven. Kinderen waarvan je hier denkt, ga lekker spelen. Die waren daar aan het zwart handelen. Die ritselden alles. Het zijn dingen die een kind niet horen te doen in mijn beleving. Kinderen of volwassenen? Kinderen. Doet het jou wat als je er naar kijkt? Ja, altijd wel. De spanning voel je toch soms even terug. Ik heb anderhalf jaar terug heb ik iets een moeilijke periode gehad. En dan vooral met vuurwerk en zo, dan kom je weer terug in die maar tijd. Dit is al heel lang geleden. Ja. Heden of verleden? Heden. Dat wat jij hebt meegemaakt als militair, ja. dat deel je nu met kinderen om ze iets wijzer te maken? Ja, omdat kinderen moeten leren van het verleden. Dat er oorlogen zijn geweest, nog gaande zijn. En het liefst wil je gewoon een wereld zonder oorlog hebben. Dat gewoon vrede is en dat iedereen zijn ding kan doen. De jeugd is gewoon echt de toekomst. En, hoe meer die van het verleden weten, hoe beter ze later acteren. Denk je dat kinderen beseffen hoe vrij ze zijn? Dat denk ik niet. Vorige week heb ik een presentatie gehad, er zaten een aantal leerlingen bij. En die, ja, dan hoor je wel van de enige beslissing die wij moeten nemen is een boterham pindakaas of een boterham met hagelslag. Terwijl een ander moet beslissen, kan ik de deur uit om eten te gaan of moet ik binnen blijven om te blijven leven? Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. Nederland is ook zo geworden omdat er heel veel mensen zich opgeofferd hebben in de Tweede Wereldoorlog. Het is onvoorstelbaar wat die mensen hebben gelaten om ons vrijheid te geven. Is dit jouw? Dit is deze ik toen gedragen. Het is echt overal geweest waar ik ook ben geweest. Dus, ja. En dit? Ja. Wil je iets over vertellen? Dat is de veteraanspeld. Die staat voor veteraan en vrede en veiligheid. Is het de moeite waard geweest? Ja. Ik heb daar dingen meegemaakt die ik nog anders nooit had meegemaakt. Wat wij daar hadden met elkaar, dat ben ik later in de burgermaatschappij nooit meer tegengekomen. Dat je voor elkaar staat en alles voor elkaar over hebt.
Het is toch best bizar dat zo'n situatie eigenlijk zoiets moois met zich meebrengt. Ja, pas in moeilijke tijden komt de ware aard van de mensen meestal naar boven.